Goedemiddag iedereen, welkom bij deze webinar van Klasse. Vandaag hebben we het over klasmanagement. Dat is een thema waar heel wat leraren wel eens wakker van liggen, net voor 1 september, begrijpelijk. En dat merken we ook aan de grote belangstelling voor deze webinar. Heel concreet willen we vandaag bekijken hoe je je klasmanagement kan versterken met routines. Wat die routines precies zijn, daarover straks meer. Ik ben Seppe van Klasse en vandaag leg ik jullie vragen voor aan Gert Verbrugge. Welkom Gert. Dank u wel. Hallo. Hallo. Gert, kan je misschien even kort aan de mensen voorstellen, wie ben jij? Ik ben leraar. Ik ben leraar Engels en ik sta ondertussen al 20 jaar voor de klas. Ik kom uit België, uit Moerbeek-Waas. En ik geef nu les in Nederland, in Deurne, Nederlands Deurne. Ja. En ik ben ondertussen hier op school ook leraarcoördinator, dus ik geef zowel les als leerlingzaken en de docenten helpen. Dus dat is echt nou mijn hoofdzaak. En aan de andere kant heb ik ook nog gewoon een passie voor onderwijs. En ben ik elke dag bezig met onderwijs, met klasmanagement, effectief lesgeven. Het is gewoon mijn hobby en mijn werk. En klasmanagement, daar heb je wel wat meer rond gedaan. Je hebt een boek vertaald. Klopt. Ja, het boek van Tom Bennett, Running the Room, heb ik inderdaad vertaald. En dat was eigenlijk vooral omdat de informatie die daarin stond, die had ik graag geweten aan het begin van mijn carrière. En ik weet dat er... Toen ik het aanraad aan mijn collega's, zeiden die al heel snel van ja, maar dat is Engels, dat ga ik echt niet lezen. En tada, dus de oplossing van me. Ja, want jij bent ook leraar Engels en sport. Ja. En zo kwam het plots allemaal samen. Ja, ik heb in Gent gestudeerd voor regent Engels en lichamelijke opvoeding. Ja, veel. Gert, klasmanagement is een heel breed thema. Vandaag proberen we ons te beperken tot vragen die verband houden met de routines. We kregen al een hoop vragen binnen en straks kan je je vragen ook stellen in de chat. Maar voor we dat doen, leg ik je graag een paar stellingen voor. Uitspraken die je wel eens hoort in de leraarskamer wanneer het over klasmanagement gaat. En kwesties die in regie in de klas, zoals jij Running the Room vertaald hebt, het boek van Tom Bennett, die daarin ook opduiken. Ben je daar klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Gezag, dat heb je. Of, en dat is dan pech, je hebt het niet. Ja, ik denk nog, als het zo zou zijn, dan zouden we nog een nog groter leraartekort hebben. Want ja, wie wordt er nu geboren met een natuurlijk gezag? Ja. En heel vaak hebben we dat gevoel dan, omdat mensen, als ze voor de klas staan en je gaat ergens rond kerst kijken, bij iemand die ervaren is, die straalt misschien gezag uit, maar om dan echt de vinger te leggen op wat is gezag nu precies, dat is vaak lastig. En dan wordt al snel aangenomen dat het aangeboren is. Maar ja. Je kunt het heel goed leren, zolang je maar weet wat het precies inhoudt. En als je voor jezelf nadenkt van, wat zie ik nu precies terug bij iemand die gezag heeft? Dat is eigenlijk vooral, het belangrijkste is rust uitstralen, controle hebben, of tenminste ook uitstralen dat je de controle hebt op het moment dat je denkt, ik raak het kwijt. Dat heeft te maken met je lichaamshouding voor de klas, het heeft te maken met oogcontact wat je legt. Het heeft te maken met consequent zijn in de klas. Het heeft te maken met duidelijke regels en structuur opstellen. Maar dat zijn allemaal dingen die je gewoon kunt leren. Dus je kunt leren hoe je met je stem kunt spelen. Voor de spiegel bijvoorbeeld. Je kunt leren hoe je kijkt naar een leerling. Hoe je staat voor een klas. Door jezelf te filmen bijvoorbeeld. Je kunt dat gewoon leren. Heb je het zelf ook moeten leren? Ja. Hoe was dat bij jou als starter? Zo'n 20 jaar geleden, gok ik. Ja, dat klopt. Bij mij was het echt wel een kwestie van experimenteren. Kijken, echt, als ik nu zo ga staan, hoe reageren ze dan? Als ik nu die toon gebruik, doen ze dan wat ik vraag? Of als ik die toon gebruik, doen ze dan wat ik vraag? En dat is echt wel naar vallen en opstaan gegaan. En het lastige is, als je dan, voor mijn gevoel, hè, ik had telkens, na een jaar pas kon ik echt een nieuwe start maken. Met een nieuwe klas. Oké, want daar heb ik dit weer geleerd, nu ga ik dat weer proberen in die klas. Dat duurde best lang, dus ik durf eigenlijk wel zeggen dat de eerste 4, 5 jaar was ik daar nog volop mee aan het experimenteren. Nu heb ik daar echt al volop mijn draai in gevonden. Maar goed. Ik denk dat wat je daar zegt, dat dat heel herkenbaar is voor veel starters. Is klasmanagement iets waar je makkelijk over praat? Misschien als starter nog wel, maar daarna kan het een probleem blijven. Is het een taboe en zie je daar een soort een link misschien met uitval bij leraren? Ja, er zijn een paar vragen in één in dit geval. Ik denk, als je denkt dat het aangeboren is, praat je er misschien niet zo makkelijk over. Ja. Of als je het ziet als een teken van zwakte, dat je de klas niet stil krijgt.
Maar dat is echt niet. Maar ja, daar moet je wel over durven praten binnen je school, als je scholing hebt bijvoorbeeld. Iedereen, ik heb echt nog nooit iemand gesproken die zegt, ik heb nog nooit problemen gehad in de klas. En ik denk persoonlijk, als iemand dat wel zou zeggen, dan denk ik dat je de lat gewoon echt behoorlijk laag legt. Ja. Omdat je dan heel snel tevreden bent. Dan heb je nooit problemen in de klas natuurlijk. Ja. De meeste mensen hebben wel vroeg of laat problemen met klasmanagement. En ik denk dat het zeker ook te maken heeft met het lerarentekort wat we nu hebben. Ik kijk nu ook in Nederland. Veel mensen stoppen ermee omdat ze gewoon denken van ja, maar hier heb ik voor gekozen. Dit ga ik echt niet elke dag doen. En dan moet je maar één klas hebben die lastig is. Hè? Eén klas die jou het leven zuur maakt. Dan denk je toch al snel van ja, dat is gewoon mentaal heel zwaar. Dus ja, het heeft absoluut te maken met lerarentekort, de uitval. En zeker ook in het beginjaar. Ja. Heel veel leraren stoppen in Vlaanderen waarschijnlijk ook. Hè. De eerste 5 jaar is de grootste uitval. Ja, absoluut, absoluut. Brengt ons een beetje bij de tweede stelling die we je wilden voorleggen. Eentje die je ook zeker in de leraarskamer hoort. Mijn job, dat is lesgeven, niet opvoeden. Ja, ik denk 40, 50 jaar geleden was dat misschien veel meer. Dat je gewoon kon lesgeven, want kinderen kregen van thuis uit gewoon veel meer mee. Ja. Ze kregen thuis mee hoe ze moesten luisteren. Ze zaten s'avonds, ze aten allemaal s'avonds met mama en papa het avondeten. Dus ze leerden ook gesprekken voeren. Maar heel veel kinderen tegenwoordig die komen thuis en die gaan voor de tv zitten en die krijgen daar een eten en er wordt verder niet meer gepraat. Dus die leren niet echt meer die sociale vaardigheden van een goed gesprek voeren. Kijk, iemand die nu zegt, mijn job is lesgeven, niet opvoeden, dan krijg je gewoon een heel frustrerende job. Ik zal je een voorbeeld geven. Je kunt als leraar klagen dat leerlingen gewoon onderuitgezakt hangen in de klas en geen actieve houding hebben. Of je kunt er iets aan gaan doen. En dat betekent dat je leerlingen vanaf het begin van het schooljaar, wij zijn vandaag gisteren begonnen, ik heb het vandaag in de klas gedaan, ja. Dat je ze leert hoe ze op die stoel moeten zitten, welke houding je wil zien en hoe ze zich moeten gedragen als je les geeft. Ik heb vandaag letterlijk tegen de kinderen gezegd, en we hebben het ook geoefend, als ik iets aan het uitleggen ben, dan vind ik het prettig als je af en toe ook gewoon eens knikt, want ik snap het. In plaats van als een passieve plant gewoon weer uit te staren. Maar als je dat niet zegt, dan doen ze dat ook niet. En als ze het niet laat ervaren, dan leren ze niet. Dus ja, het spijt me, maar lesgeven tegenwoordig is er ook wel een stukje meer opvoeding. Zeker bij bepaalde doelgroepen. Sommige kinderen krijgen veel meer mee thuis, maar sommige ook niet. En dan moet je er iets aan doen. Ja. En dat kun je dus ook bijvoorbeeld doen. Ja, je hebt dan, we hebben net de routines vermeld. En die komen daar ook bij kijken. Ik leer de kinderen aan hoe ze snel kunnen beginnen in de les. Dat is een routine die ik hen aanleer. En ik kan wel klagen van als ze binnenkomen, het duurt zo lang voor die spul op tafel liggen, voor ze een boek hebben en een pennenzak en ik zeg het maar. Ik kan erover klagen, maar ik kan ook in het begin mijn eerste les met hen oefenen. Oké, je komt zo binnen. Binnen zoveel seconden heb je spul op tafel, ben je bezig met de opdracht die op bord staat. Dan doe ik er iets aan. En dan ben ik ook een beetje aan het opvoeden, maar ik heb wel een schooljaar lang profijt van. Snap je leraren die zeggen van, dat is nog steeds niet mijn job, ik ga ervan uit dat de meeste leerlingen dat wel goed doen, oefenen we niet te veel controle uit, want later moeten ze toch ook wel gewoon zelf kunnen. En we zijn hier het leger niet. Snap je dat soort opmerkingen? Of wat zou je dan antwoorden? Ja, nee, ik snap het wel, maar je moet ook accepteren dat de tijden veranderd zijn. En kijk, als je wil dat kinderen zelfstandig iets gaan doen, dan zul je het hen eerst moeten aanleren. Als ik wil dat kinderen straks, als zij ergens een cursus gaan volgen voor hun werk later, en ik wil dat zij gewoon aan het begin van die cursusdag of aan het einde even dag zeggen tegen de lesgever of even dank voor de cursus, die sociale vaardigheid. Als ik wil dat ze dat beheersen, dan zal ik ze toch moeten leren. Want van thuis uit krijg je het niet altijd mee. Dus ik geef hen nu gewoon door heel veel structuur en heel veel gedrag aan te leren, zorg ik ervoor dat ze later, als ze het zelf moeten doen, dat ze het gedrag geïnternaliseerd hebben, dat ze het automatisch doen. Dit is wie ik ben. En dan kunnen ze zelfstandig dat toepassen. Maar anders, ja. Weet je wat, als je er niks aan doet, wat ga je zien? Dat de kinderen die thuis heel veel meekrijgen, die gaan alle kansen krijgen later, die gaan sociaal vaardig zijn, die gaan zich in die kringen kunnen bewegen, want die gaan die attractie aan kunnen gaan. Kinderen die dat nooit doen, ja goed, die vallen uit, hè.
die gaan die interactie moeilijk vinden. Ja. Dus je moet het zeker, je moet, om gelijk kansen te creëren, moet je het ook gewoon aanleren voor iedereen. Ja. En met als uiteindelijk doel gewoon om een goed les te kunnen geven. Dat is niet... Ja, niet alleen goed lesgeven, maar hen ook gewoon het goede gedrag mee te geven voor later. Gedrag waarmee ze ook later in het leven gewoon kunnen floreren en een goede interacties hebben. Dat ze later, als ze spullen nodig hebben bijvoorbeeld. Hè? Ik geef even het voorbeeld hier op school. Wij schrijven echt voor wat er in die pennenzak moet zitten en dat moet erin zitten. Dat controleren we regelmatig. En dan kun je zeggen, ja, dat klinkt wel heel gestructureerd alsof het in het leger is. Ja. Maar dat is omdat ze er dan nu voor zorgen dat die spullen in orde zijn, dan zullen ze later ook, als ze ergens moeten gaan werken, dan zullen ze hun spullen ook snel in orde hebben. Want je geeft dan al die vaardigheden mee. Je hoort gewoon je spullen bij te hebben. Als ze bij ons geen pen bij zich hebben, dan hebben ze meteen is daar meteen een sanctie op. Gevolg, we leren hen dat aan, maar er is ook bijna niemand die zijn pen vergeet. En ik wil ook gewoon later, als er een elektricien bij mij komt werken, dat hij niet zegt van, ah, weet je, ik heb mijn tang vergeten, of ben wat dat vergeten. Dat wil je ook niet. Dus dat moet je hem wel meegeven. Als het over klasmanagement gaat en over gezag, dan denken we vaak ook wel aan streng zijn, aan de strenge leraar. Onze derde stelling heeft daar wat mee te maken. Never smile before Christmas. Zo van... Hou het streng, laat maar eens zien wie je bent en dan na kerstmis kan je stiltjes aan de teugels lossen. Ik denk dat je dan eerst moet kijken wat is je definitie van streng. Sommige leerlingen en sommige docenten ook, die verwarren streng met boos. Iemand is streng omdat hij boos kijkt, omdat hij zijn harde stem verheft. Dan is hij streng. Maar leerlingen vinden mij helemaal niet streng. Maar ik ben wel heel consequent en rustig. Dat probeer ik tenminste altijd. En never smile before Christmas vind ik echt geen goede tip. Ik denk dat vaak ook bij... Waarom zou je niet vriendelijk zijn en glimlach? Je ontvangt de kinderen met een glimlach. Je bent vriendelijk, je bent rustig. Maar je bent wel duidelijk. Het is een soort vriendelijk zijn, maar wel tegelijkertijd uitstralen van... Er wordt niet met mij gesold. Ja. Ik heb hier de regie. En wat ik zeg, dat gebeurt ook. Maar wel vriendelijk. Een misverstand, een verwarring die daar misschien wel ook mee te vergelijken valt. Als je die routines invoert, dat lijkt dan wel heel strikt. Kan je dan nog oog hebben voor het welbevinden van je leerlingen? Kan je dan nog luisteren? De leerlingen eruit pikken die het net die dag lastig hebben en zo verder? Ik vind echt een hele goede vraag, want die krijg ik zo vaak als ik vertel over die routines. Maar je hebt veel meer ruimte om te kijken naar de leerling die niet lekker in zijn vel zit. Kijk, vergelijk het even met een situatie zonder routines. Je les begint, ze komen, ik weet niet bij jullie allemaal gaat, bij de mensen die luisteren, maar ze komen praten binnen, er zijn waarschijnlijk de druktemakers, die voeren het hoogste woord, die valt het meest op. Die krijgen de aandacht. Nu heb je ook heel veel supergoeie, rustige leerlingen, waarvan er misschien een paar ook niet lekker in het vuil zitten, maar jij bent als leraar vooral bezig met die druktemakers, want daar gaat je aandacht naartoe. Heb je dan aandacht voor die rustige leerlingen? Dat gaat dan niet. Dus je hebt alleen maar aandacht voor die paar leerlingen die opvallen. Als ze bij mij binnenkomen, ze komen in stilte binnen, ze gaan meteen aan de slag met de opdracht. Ik zeg goedemorgen. Hebben we ook kinderen aangeleerd, we zeggen goedemorgen tegen elkaar. Tegen elke leerling, we hebben oogcontact. Dan heb je de rust, want ik kan met elke leerling even checken van oké, alles goed? Ben je klaar voor? Hoe ging het voor de les? Noem maar op. Ik weet in de klas, ze komen binnen, ze zijn aan het werken met de opdracht die op bord staat. Dat is voorkennis activeren, want dat hebben we geoefend, ze weten hoe dat moet. Dus ik kan al mijn aandacht kan ik focussen op mijn leerlingen. Op het welbevinden van mijn leerlingen. En routines geven net meer ruimte daarvoor. Dat is wel belangrijk om mee te geven. Ja, even terug naar die Never Smile Before Christmas. Bij veel leraren leeft ook wel de angst. Of toch een beetje de... Ze zijn toch voor beducht dat als je in september in een klas op je bek gaat, dat je het daarna wel kan vergeten voor de rest van dat schooljaar. Ja. Klopt dat voor jou? Kan je die zaken ombuigen? Klopt er niks van? Het verschilt waar het fout is gegaan. Stel bijvoorbeeld, je hebt je regels in het begin van het schooljaar uitgelegd. Dit wil ik. Maar je hebt gemerkt dat je in de loop van de weken daar iets softer in bent geworden, wat inconsequent bent geweest. Dan is er niks mis mee om tegen leerlingen te zeggen, oké, jongens, vorige week was het niet goed, want ik was niet consequent genoeg. Maar vanaf maandag
ga ik erop letten en dat even opnieuw opstarten. Dat kun je elke keer doen. Ik doe het soms zelf nog eens. Dat ik denk van nou, deze les was niet zo goed, vanaf volgende les ga ik er weer scherp op zijn. Niks mis mee. Maar op het moment dat de relatie tussen de leerkracht en de leerling zo verziekt is, omdat je eigenlijk als leraar boos wordt, chagrijnig bent, de schuld bij de kinderen legt vooral, en niet bij jezelf, soms ook denigrerend praten over de kinderen. Als je bij de deur staat en de kinderen komen binnen en je kijkt al morst, je zegt niet eens goedemorgen. Als dat fout zit, dat is in mijn ervaring heel lastig om te herstellen. Dan heb je echt heel veel werk. Dus mijn tip is dan vooral, zorg ervoor dat je vriendelijk bent, eerlijk bent naar de kinderen toe als het even niet goed ging. Maar ga nooit boos worden, de schuld alleen maar bij de kinderen leggen, want dat gaat niet helpen. Elke leraar dezelfde routines. In mijn klas doe ik mijn eigen ding. Jij geeft vormingen in scholen rond dit thema. Kom je die reactie wel eens tegen? Ja, jammer genoeg wel. Ik snap het wel. Maar ja, daar kun je heel veel over vertellen. Eerst en vooral, er zijn ontzettend veel boeken geschreven over excellente scholen. Over scholen waar de cultuur echt eerst heel zwak was. Vandalisme, chaos in de klas. Er zijn echt wel heel veel boeken over geschreven. En in elk van die situaties waarbij een school de omslag maakt naar een goed leerklimaat, naar rust, komt die schoolbrede aanpak terug. Er is echt niet één, of ik heb hem niet gelezen, het boek zou kunnen, maar ik heb echt nog niet één casus gelezen van een school waarbij elk leraar zijn eigen regeltjes mag bepalen en zijn eigen routines, ja, die dan vervolgens zo'n school wordt. Dus dat lijkt me niet echt een formule voor succes. Ik snap het aan de ene kant wel. Het is natuurlijk makkelijk als je eigen ding kunt doen. Maar kijk, je werkgeheugen waar je aan kunt denken is beperkt. En ik wil graag dat als mijn leerlingen binnenkomen, dat zij meteen met hun hoofd bij de les zijn. Van wat gaan we vandaag doen? Wat hebben we de vorige les geleerd? Welke opdracht staat er op bord? En die leerstof die moet hier in het werkgeheugen komen. Nu, als elke leraar andere routines heeft, dan komt de leerling binnen met in zijn werkgeheugen van, moet ik hier op het plattegrond gaan zitten of mag ik gewoon kiezen waar ik ga zitten? Mag ik hier praten? Moet ik mijn spullen pakken? Of zegt die leerling wat, of zegt die leraar dat ik mijn spullen moet pakken? Welk signaal heeft die leraar om stil te krijgen? Klapt hij in zijn handen? Staat hij met zijn hand in de lucht? Roept hij een keer shh? Dus als elke leraar iets anders doet, dan moet die leerling elke keer switchen van lokaal naar lokaal naar lokaal. Hoe gaat het hier? Hoe gaat dan krijg je een heel ingewikkelde schooldag. Ja. En dan zit dat werkgeheugen vol met dingen die totaal niet relevant zijn. Want ze moeten denken aan de leerstof. Je wil dat ze leren. Dus ik snap de reactie van sommige leraren wel. Hè. Als je eigen paradijs hebt en het loopt allemaal goed bij je en je moet toch even wat anders doen volgens de regels van school, kan dat een beetje vervelend zijn. Maar ja, onderwijs is echt een teamsport. Dat is echt, je gaat het nooit alleen kunnen doen. Zeker niet in een school waar de doelgroep wat moeilijker is. Dat gaat gewoon niet lukken. Ja. Dan moet je gewoon. Ik zeg vaak tegen die ervaren docenten, het zijn vaak ervaren docenten die dat zeggen, take one for the team. Dus offer jezelf dan een beetje op, zodat iemand anders kan opbloeien. Ja, als ik gaf net het voorbeeld van de routine die wij hebben, dat kinderen in stilte binnenkomen, meteen een spullenpak en meteen beginnen aan die opdracht. En die hebben wij ingevoerd, want die kregen in Nederland ook wel de reactie van oeh, dat is echt een lege kan. Maar die hebben wij ingevoerd, omdat er steeds meer ook beginnende docenten waren, of zijnstromers, die de klas gewoon niet stil kregen. En natuurlijk hadden we ook leraren en die deden dit en de klas was stil en die konden beginnen. En die zeiden ook van ja, maar ik heb dat niet nodig. Prima, wees blij. Maar doe het wel, die regel, zodat je de andere collega's kunt helpen. En dat is echt wel belangrijk. Dus niet zomaar je eigen ding doen, want je ondermijnt daarmee het gezag van andere leraren. Je maakt je collega's moeilijk. Ja. Je gaf net een voorbeeld van zo'n startroutine, van hoe je aan een les kan beginnen, hoe je dan heel concreet afspreken om leerlingen te laten binnenkomen in stilte, meteen een opdracht en zo verder. Ja. Hoe breng je dat aan bij de klas dan? Ja, ik zou dat doen
Kijk, hier op school heb ik school breed. Dat maakt het wel makkelijker, want je moet het maar één keer aanleren. Dus we hebben nu bijvoorbeeld de introductieweek, waarbij ze 2 dagen geen les hebben, maar dit soort dingen herhalen en oefenen. Ja. Dus dat wordt bij elke klastitularis ingeoefend. En dan vervolgens gebruikt elke leraar dat. Als je natuurlijk je eigen regeltjes en routines moet bepalen, dan zou je best tegen je leerling kunnen zeggen, oké, in mijn les, ik sta altijd bij de deur, ik zeg goedemorgen, je zegt goedemorgen terug, maar je komt altijd in stilte binnen, je staat altijd onderacht op bord en je gaat in stilte aan de slag. En weet je wat? We gaan een keer oefenen. Dus we gaan allemaal even naar buiten, kom maar binnen. En dan zeg je, als het goed was, zeg je, oké, dit is precies hoe ik het wil hebben. Heel goed gedaan. Top. Als het nog niet goed was, dan zeg je, oké, dit en dit was nog niet goed, nog één keer. Hop, ik doe het opnieuw. Tot het gewoon goed is, en dan zeg je, oké, dit is het. Dit wil ik doen voor de eerste keer. Jouw tieners, de tieners in jouw klas, hoe reageren ze wanneer je dat probeert aan te brengen? Lukt dat van de eerste keer? Of is dat soms een keertje, doen ze er niet lacherig over? Hoe loopt dat? Het is ook maar hoe je het brengt natuurlijk. Hè? Dus bij ons leren staan vanaf klas 1, van het eerste leerjaar. Ja. En dat gaat naar tot het moment dat ze 16 zijn. In Nederland gaan ze de laatste leerschool als ze 16 zijn. Tot op dat moment doen we dat. En we doen daar helemaal niet lacherig over. We leggen ook uit waarom we dat doen. Hè? En dan zeggen we niet, het is niet omdat sommige leraren de klas niet stil krijgen. Ja. Maar dan zeggen we doen het omdat elke minuut van onze les telt. Als wij 1 minuut per les verliezen, dan zijn we op het einde van het schooljaar een week lestijd kwijt. En dat betekent dat Pietje, die niet goed is in wiskunde, waarschijnlijk niet over zal gaan naar het volgende schooljaar. Want die heeft die week lestijd wel nodig. He, zo leggen we het ook uit aan de kinderen. En nee, daar doen ze zeker niet lachen over. Ja, nee. Dus eentje ze de pedagogische meerwaarde, didactische meerwaarde uitlegt, dan krijg je ze wel mee, zeg jij. Ja, en je zult ze niet allemaal kunnen overtuigen van de pedagogische didactische meerwaarde, maar dat is dan gewoon, dit is hoe we werken. Ja. Dus ik zou zeker niet zeggen van, ik snap dat jullie het misschien kinderachtig vinden, maar we gaan dit toch doen. Of dit zijn de regels van school en we gaan het wel zo doen. Ja. Zo zou ik het niet brengen. Ik wou eigenlijk meteen inpikken met een eerste vraag. Eentje die Ellen stelde, die zei, wat is dan een voorbeeld van een sanctie? Wat doe ik dan als het me niet lukt om de routines die ik meegeef aan leerlingen af te dwingen? Al is iets gelezen van jou waarin je het dan had over flitspalen, denk ik. Zo kun je het inderdaad vergelijken met de flitspaal. Eerst en vooral, dus in sancties ben ik heel groot voorstander van ook schoolbrede sancties. Voor de normale dingen die fout gaan, hè, waarvan je kunt verwachten dat ze fout gaan. Ja. Leerlingen die geen spullen bij zich hebben, geen huiswerk maken, noem maar op. En waarom ben ik daar zo'n voorstander van? Omdat je niet wil dat een sanctie persoonlijk wordt. Als jij de rechter bent en jij bepaalt de strafmaat, dan wordt de sanctie persoonlijk. En als ze in discussie gaan, dan gaan ze niet met jou in discussie. Terwijl hier op school is de sanctie schoolbreed. Dus wij werken met nablijven. Als een leerling zijn pen vergeet, dan moet hij na school of voor school de volgende dag 25 minuten nablijven. En ik hoef eigenlijk alleen maar te zeggen van sorry, verwacht je morgen of ik verwacht je vanmiddag. En dat is gecentraliseerd, dus daar zit iemand bij en dat wordt afgevinkt. Dus daar ben ik echt wel voorstander van. Nu, als je die luxe niet hebt en je moet zelf je sanctie bepalen, dan komen we inderdaad bij het stukje met de flitspalen. Dan moet je gewoon ervoor zorgen dat je heel consequent bent, maar ook begin met kleine sancties. Ik had vroeger bijvoorbeeld 10 zinnetjes die ze moesten kennen voor de leerstof. Die ze allemaal kregen in een map. En ik zei, oké, als je door me heen praat bijvoorbeeld, dat is een routine die we ook hadden geoefend, 3, 2, 1, stil, ben je dan gaan praten? Dan moest ik alleen maar zeggen, oké, 1 keer, en dat schreven ze 1 keer op voor de volgende keer. Dat was gewoon heel consequent, en daar ging ik ook niet meer over waarschuwen, want dat was gewoon duidelijk. Als je dan... Kijk, om even terug te komen op jouw verhaal van de flitspaal. Ja, dat was vergelijk het maar even met, je rijdt op een weg waar een flitspaal staat, maar je weet niet of die werkt. Soms werkt die wel, soms werkt die niet. De kans dat er harder wordt gereden is veel groter dan wanneer je op een weg rijdt met om de zoveel meter of om zoveel honderden meter een flitspaal en je weet dat die werkt. Dus als je weet dat die altijd werkt, ook al is de bekeuring maar heel klein, gaan de mensen zich toch veel sneller aan de regels houden. Want ze weten dat die werkt. En daarom ben ik ook altijd wel voor sommige dingen heel voorzichtig met waarschuwingen geven. Sommige dingen zijn gewoon heel duidelijk. Hè? Ook in de klas 3, 2, 1 is het gewoon stil. Praat je dan nog, dan heb je tijd genoeg gehad om je gesprek af te ronden en dan krijg je gewoon die kleine sanctie die er is. En ik gaf niet het voorbeeld van een schrijfwerkje, maar je kunt ook een leerling in de pauze iets langer houden. Je kunt een keer een gesprek voeren met een leerling.
Dat is veel beter dan wanneer je gewoon waarschuwt en dan zegt, oké, en wie nu nog praat, die krijgt dan een bak strafwerk. Dus het zintje van nog één keer, dat spreek je beter niet uit als ik je zo hoor. Nee, want dan mag het nog een keer. Ja. Dus, ja. Nee, ik zou, waar het kan, gewoon dat grijs gebied weggaan. Ja. Want dan krijg je sowieso discussies. En een gevoel van onrechtvaardigheid. Ja. We kregen al een hoop vragen binnen vooraf, ook in de chat. Als je er zelf hebt, kan je ze ook zeker stellen in de chat, aarzel niet. Eentje die ik hier alvast zie binnenkomen is, moet je op alles even streng zijn? Wat doe je bij een klasgroep met, ja, ik noem het nu onschuldig groezemoes, die een beetje aan het babbelen slaan? Laat je dat passeren of grijp je dan ook meteen in, zoals je het daarnet zei? Ja. Daarom ben ik eigenlijk ook redelijk stellig, denk ik. Het is what you permit, you promote. Datgene wat je toestaat, dat gaat zich verspreiden verder. Dus als je, zeg maar in september, bijvoorbeeld, je zegt, je gaat in stilte aan de slag. En er zijn een paar leerlingen die zijn een beetje aan het roezemoezen, maar je denkt van ja, op zich, de rest heeft er niet zoveel last van. Reken dan maar dat ze in mei, juni, dat iedereen aan het roezemoezen is. Want blijkbaar is stilte bij jou toch, je mag nog wel een klein beetje roezemoezen. Dus ik zou zo snel mogelijk daar iets van zeggen. Dan zeg ik niet dat je meteen een sanctie moet geven, maar wel meteen laten merken, oké, ik heb gevraagd in stilte en ik hoor nog mensen praten. Dat is niet stilte. Dus ja. Daar zou ik echt wel meteen iets van zeggen. En vergelijk het een beetje met, in het begin van het jaar sta je bovenaan een berg en met een klein sneeuwballetje wat je tegenhoudt en dat valt nog goed tegen te houden. Als je ergens in december onderaan de berg staat en je hebt alles laten gaan, dat sneeuwballetje is gaan rollen, dan heb je een lawine. Ja. En dan kun je het gewoon niet meer tegenhouden. Ja. En dan heb je zo een gevoel van, oh, waar begin ik? Ja. Dus nee, ik zou kort die eerste weken in september, dat zijn de weken waar je wel denkt aan klasmanagement, maar dat zijn tegelijk ook wel de weken waarin klassen ook wel vrij rustig durven zijn. Ja, en daar moet je gebruik van maken. Daar moet je echt gebruik van maken. Ja, echt. Net dan kun je die ene persoon die op dat moment praat wanneer je niet wil, kun je meteen aanspreken. Of de leerling die wanneer je zegt ga aan de slag en die gaat niet aan de slag, die kun je meteen aanspreken. Gewoon laten merken van ja, dit accepteer ik niet. Maar als je hem toch laat gaan en je zegt van ja, hij bijvoorbeeld ga aan de slag en die ene leerling gaat niet aan de slag, maar je hebt er ook geen last van, dan zien andere leerlingen ook dat je er niks van zegt. Ja. En dat gaat zich verspreiden tot je een halve klas hebt die niet aan de slag gaat. Ja, en dan is het wel lastig om terug te draaien. Ja. Even naar jouw startroutine van daarnet. Marielle zegt, of vraagt zich af, die routine aan het begin van de les, hoort daar nog iets anders bij, zoals telefoon inleveren? Of hoe pakken jullie die zaken aan? Oh ja, dat is natuurlijk ook wel heel specifiek over jouw school, ja. Maar misschien ja. Een beetje al breder bedoeld. Schoolbreed, ja, je kunt daar schoolbreed. Ik zou daar schoolbreed echt een routine voor ontwikkelen. Dat je of dat ze een bak laat doen, of dat ze in de tas moeten, in stil. Dat kan. Bij ons moeten ze verplicht inleveren in een kluis. Bij ons hebben ze allemaal een kluisje. En dan pas na de les. Die mogen ze verder niet meer bij zich hebben. Dus dan moet je even in je eigen context kijken. Wat is handig? Ja. Het kan zijn, bijvoorbeeld, dat wanneer je leerlingen vraagt om de telefoon bij het begin van de les in een bak te doen, dan zou het best kunnen zijn dat leraren die niet zo sterk zijn in klasmanagement, telkens die strijd aan moeten gaan. Kom op, telefoon in de bak, telefoon in de bak, kom op. Wat is het gevolg? Dat al jouw aandacht gaat weer uit naar die telefoon in die bak rijden. Terwijl je startopdracht, het welbevinden van de kinderen, hoe zitten ze in een vel, hoe komen ze de klas binnen, dat gaat ook allemaal, ja, dat gaat allemaal eigenlijk bij. Dan kun je beter zeggen, denk ik, die telefoon die moet in je tas zitten en die moet uitstaan. Ja. Je mag niet horen. Of iets in die aard. Soms zijn er bij die routines waarschijnlijk ook wel zaken die op meer weerstand botsen dan anderen. Kan je routines ook samen met leerlingen ontwikkelen? Kan je ze deels inspraak geven, ook in die schoolbrede routines? Of zeg je daar van dat is je taak als team, als volwassenen? Ja, het hangt af van de kinderen die je hebt, hè. Van de doelgroep. Ja. Wij hebben de routines zelf opgesteld voor al onze leerlingen. Maar we gaan wel in gesprek met de leerling over kan iets nog beter, is iets wel of niet goed. Dus ja, je gaat wel over in gesprek, maar ik ga niet met de eerstejaars in gesprek over mag je een telefoon in de les of niet. Sorry, dat mag niet. Klaar. Begrijp ik. Ja, of hoe snel begint de les, ga ik ook niet over in gesprek.
Dus nee. Ik heb bijvoorbeeld vandaag een routine geoefend met de kinderen, waarbij als een leerling een langer antwoord geeft, dan zeg ik oké, kijk naar Willem. En alle leerlingen kijken dan naar Willem. Dus die draaien zich naar die persoon toe. En dan ga ik wel het gesprek aan met die kinderen. Hoe voelt dat nou voor je? Want we willen graag dat iemand een antwoord geeft, dat er oogcontact is. Dat voelt dan ook iets meer, geeft meer betrokkenheid. Maar over dat soort dingen gaan we natuurlijk wel het gesprek aan. Ja. Dat wel. En natuurlijk als ze 18 jaar zijn en je gaat dan beginnen met routines, dat is anders dan met een 12-jarige natuurlijk. Hè? Dat, dat spreekt voor zich, denk ik. Ja, ik hoor je heel vaak zeggen, het woord schoolbreed valt heel vaak. Vraag die we heel vaak ook binnenkregen was, hoe doe je aan klasmanagement als je invaljuf, zorgleraar bent, plots sta je een dag of langer voor een klas en er zijn geen schoolbrede afspraken. Wat ga je dan doen? Ga je dan je eigen routines implementeren of ga je die van de vorige leraar kopiëren? Hoe pak je dat aan? Dat hangt vanaf. Geen ideale situatie, maar heel wat leraren zullen er ongetwijfeld voor staan dit schooljaar. Ja, ik denk de kans dat je de routines van die vorige leraar goed kent, die is niet zo heel groot, denk ik. Als ik zo naar, naar de praktijk kijk, dat is gewoon lastig. Dus daar zou ik niet te veel op gaan leunen. Ik zou gewoon met die kinderen beginnen alsof de eerste les van het schooljaar is. Ja. Dat betekent bij de deur gaan staan, ze begroeten en zorgen als ze binnenkomen dat ze meteen iets kunnen doen. En vervolgens, als ze die opdracht hebben gedaan, dan de klas stilleggen en zeggen oké, goedemorgen allemaal. Ik ben meneer bla 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 of mevrouw bla bla bla. Ik ga jullie vandaag lesgeven en bij mij werkt het zo en zo. En gewoon even wel opnieuw die tijd besteden aan wat zijn jouw verwachtingen. Dat zou ik zeker doen. En ook niet accepteren als ze niet voldoen aan jouw verwachtingen, want ze gaan je testen. Dat zeker. Een vraagje van Jannik. Die zegt van, wat doe je met leswissels als leerling al in de klas zit? Als je je eigen lokaal hebt, dat is, denk ik, lijkt me handiger voor de zaken die je vertelt. Maar wat doe jij als jij binnenkomt, de leerlingen zitten al in de klas? Welke routine kan je inlassen om ervoor te zorgen dat jij in een stille, kalme klas kan binnenkomen? Ik denk dat het heel moeilijk is om ervoor te zorgen dat je in een stille, kalme klas meteen binnenkomt. Je zou leerlingen kunnen aanleren, bijvoorbeeld, dat ze altijd een boek in de tas moeten hebben, een leesboek. En in leswisseling dat ze dan even lezen. En weet je, het zijn kinderen. Hè? Ik denk dat de kans niet groot is dat als daar geen volwassene is, dat ze allemaal rustig in het boek zitten lezen. Die kans is echt niet zo groot. Dat is een utopie, denk ik. Maar je zou wel kunnen zeggen, vanaf het moment dat een leraar door de deuropening komt, je geeft een signaal. Ik zou echt aftellen, is echt een geweldig signaal. 5, 4 of vanaf 10. En dan kunnen ze even een gesprek afronden. En dan is het gewoon stil. En dan begint de les. Dus dan zou ik die routine implementeren. Ja. Waar ik zelf ook aan denk, er was voor jou ook een andere leraar in die klas. Mm-hmm. En die kon misschien wel een eindroutine doen. Ja, maar die andere leraar zal ook naar zijn andere les moeten. Dus die zal ook weg moeten. Dus er is altijd wel een ergens een moment dat die klas dan toch alleen zit. Ja. Dus daar ontkom je aan, denk ik. En je zou inderdaad wel dat die laatste leraar een opdracht meegeeft, of een eindroutine meegeeft voor je kinderen. Maar misschien is het ook wel goed dat ze gewoon elk lesuur bij een wisseling toch gewoon eventjes een half minuut even met elkaar kunnen praten. Ja. Het gaat er vooral om dat je die kinderen dan gewoon alweer stil krijgt en snel kunt beginnen als je binnenkomt. Daar gaat het om. Kijk, bij ons hebben ze meestal, lopen ze van lokaal naar lokaal. En dan hebben ze ook eventjes een momentje dat ze kunnen even ontspannen. Even gedacht op iets anders en dan begint het weer. Want anders, als je de 2 uur na elkaar gewoon volle bak gefocust moet zijn, dat lukt ons ook niet. Ja. Een vraagje van Laura, ook over inspraak. Is het een optie dat je met die oudere leerlingen dan zelf samen sancties bepaalt? Wat doen we als je te laat komt, als je spiekt, als je praat? Helpt dat of geef je dan te veel vrijheid? Ook daar zou ik ook wel goed je klas inschatten. In sommige klassen zou ik het wel doen, maar ik zou wel een voorstel doen. Ja. Ik stel voor dat als dit gebeurt, dan is dat de sanctie. Zijn jullie het daarmee eens? Ja. Goede sanctie. Zolang niemand de sanctie kreeg, gaan ze er misschien ook sneller mee akkoord. Als je nog in een hypothetische situatie staat. Ja, misschien wel. Maar als je het vraagt aan leerlingen, bepaal zelf de sanctie, dan gaan ze het voor de macht wegkiezen. Ja, als we bij straffen uitkomen, dan komen we ook bij belonen. En Helena vraagt zich af, kan je beloningssystemen koppelen aan routines? Hoe kijk je daarnaar, naar die beloningssystemen?
Ja, ik ben wel een beetje een fan van beloningssystemen. Die hebben we bij ons op school natuurlijk ook. En voor we het schoolbeheers systeem hier hadden, had ik ook al een soort beloningssysteem in mijn eigen klas. Waarbij ik een soort punten geef, soort bonnetjes, waarmee ze dan ja, voordelen konden krijgen. Of ik belde naar huis met complimenten, of ik stuurde een kaartje naar huis met complimenten of een mailtje. Ja. Daar ben ik echt wel een voorstander van. En dat kun je zeker ook in je routines inbouwen. Ja. Kijk, wat ook belangrijk is bij je routines, bij het gedrag wat je ziet in de klas, is dat als de kinderen, opnieuw, ik val even terug op de startroutine, dat je vooral het gewenste gedrag gaat benoemen. Dus dat je ja. gewoon ziet, ik zie al dat Klaas heeft al zijn boeken klaar, goede start Klaas, oké, Clara heeft ook al haar boeken klaar. Dan benoem je steeds weer dat gewenste gedrag, de rest wordt dat en die volgen mee. Als je in een negatieve sfeer raakt, oké, Klaas heeft nog steeds een boeking op tafel, Clara, kom op, pak je spullen erbij. Dan benoem je steeds het negatieve. En datgene, dat is onze bel, sorry. Zit op school. En datgene wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus geef de positieve dingen de aandacht. Dus ook, dat is ook een manier van belonen, hè? Complimenten geven. Ja, soms is het niet zo duidelijk wie dat gedrag of die routine volgt, wie dat ze schendt. En Céline vraagt zich af, ja, wat doe je dan met klassen waar je niet dadelijk weet wie de afspraak geschonden heeft? Klassieker, popje vliegt door de klas. Je hebt het niet gezien, achter je rug gebeurt van alles. En jij weet niet wie tussen aanhalingstekens de schuldige is. Ja. Ja, eerlijk, daar kun je heel druk over maken, maar je gaat het dan toch niet achterhalen wie het heeft gedaan. Dus ik zou, als dat gebeurt in de klas, zou ik de klas toespreken en zeggen, joh, er is blijkbaar iemand die het leuk vindt om een propje te gooien. Dat is vervelend, want blijkbaar kan ik niet meer met mijn rug naar de klas staan. Dus, oké, als ik het zie, is dat een sanctie, maar we gaan niet door. En ik zou daar verder niet veel aandacht aan besteden. Maar ik zou er wel voor zorgen dat ik niet te vaak nu met mijn rug naar de klas sta, tot ik het weer vertrouw. En in dat soort situaties, het is ook een kwestie van als leraar om alert te zijn, hè, om vaak de klas in te kijken. En als je dan toch op een bord moet schrijven, ja, ik gebruik bijvoorbeeld altijd zo'n documentcamera, een soort heel moderne retroprojector, waarbij je gewoon kunt schrijven en dan zie je het meteen op het scherm. En dan heb je constant contact met de klas. Dan is de kans ook veel klein dat er achter je rug iets gebeurt. Je hebt geen ogen in je rug, dus je kunt dat toch niet achterhalen. Ja. Ja, Tess merkt nog op. Ik weet dat je heel sterk op dat preventieve wil inzetten. En nu zitten we misschien even veel over net dat ene conflict en die straf bezig. Maar geen machtspelletjes van maken? Ligt daar een beetje de sleutel? Of net wel? Ja, weet je, je kunt daar heel boos over gaan worden en zeggen, jullie blijven allemaal zitten tot ik weet wie dat propje heeft gegooid. Ja, het gevolg is dan dat je de hele klas tegen je krijgt. Ja. Het is er waarschijnlijk maar eentje geweest. Het is dan ook vaak, als er zoiets gebeurt, neemt een leraar het vaak ook persoonlijk. Het is nooit persoonlijk. Een leerling doet dat gewoon om een beetje status te krijgen. Het is nooit persoonlijk naar jou bedoeld. Ja. Dus zo moet je er ook naar kijken. Een vraag van Aagje hier. Hij zegt, ik heb 21 jaar ervaring. Het is geen starter, maar vorig jaar een heel pittige klas in een 2B. Een aantal heel hevige leerlingen. Aantal leerlingen met ADHD, leerproblemen. Moeilijk om de rust te bewaren, moeilijk om les te geven ook. Hoe zorg je dan voor dat je toch die rust vindt, alle leerlingen de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen? Zeg je dan, begin opnieuw, begin van nul? Leer ze het allemaal aan? Ja. 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 Dat zie je in de pittigste scholen. Ook nogmaals, ik geef ook voorbeelden van scholen die in de Bronx bijvoorbeeld, in Amerika, die hebben ook al een heel zware doelgroep. Ja. Daar leren ze ook gewoon het gedrag aan. En ze gaan niet door tot het gewoon goed is. En het zit inderdaad vooral wat je net zei, dat is echt wel belangrijk. Hè? Hoe voorkom ik dat ik die straf moet geven? Hoe voorkom je dan dat die klas zo druk wordt? Is je instructie dan niet duidelijk genoeg? En vaak is dat ook, hè? Ik bedoel, je moet ook durven naar jezelf kijken. Dan ben je te vaag in je instructies. Dan zeg je, je gaat aan de slag met de opdracht. Dat betekent in stilte. En in stilte is, ik wil een speld kunnen horen vallen. Dat ga je 3 minuten doen. Je zet een timer op het bord. 3 minuten in stilte en ik wil niemand horen. Na 3 minuten, dan mag je vraag stellen. Als je zo expliciet bent, is de kans al veel kleiner dat het toch onrustig wordt. Ja, het klinkt enorm gestructureerd op deze manier, een vraag die we ook binnenkrijgen. Ja, blijft het dan de les op de positieve manier spannend voor leerlingen? Zit er ook geen grote kracht in een verrassende lesopener?
Want met die routines geef je heel veel voorspelbaarheid. Ja. Maar veel leraar krijgen ook wel te horen, ja, als je je klas wil mee hebben, zorg dan voor een boeiende intro. Zorg dat je ze vanaf minuut 1 ja, bij je nekvel hebt. Ja, maar dat gaat best samen met routines. Ja. Kijk, een voorbeeld van een startopdracht is... vorig jaar, toen Queen Elizabeth overleden was, had ik mijn les Engels, had ik gewoon opgeschreven, schrijf alles op wat je weet over Queen Elizabeth. Nou, ze komen binnen, ze beginnen te schrijven. Na 2 minuten ben ik ook alweer binnen, op en de les begint. Dan kan ik beginnen met een filmpje, dan kan ik beginnen met een vraagstuk, hoe komt het dat? Dan heb je die opener, dus je kunt je les nog steeds gewoon heel boeiend maken. Zelfs misschien nog boeiender, omdat je niet hoeft te focussen op al die andere randzaken. Ja. Ja, jij was LO-leraar. Je zal het misschien gymleraar genoemd hebben in Nederland. Ja, Nederlands. Wat zijn zo jouw tips in de turnzaal? Kan je daar dezelfde schoolbrede routines gebruiken? Ik denk misschien ook aan praktijkleraren. Of ben je als LO-leraar, als sportleraar, een buitenbeentje in die zaken? Of geldt net hetzelfde? De basis is in principe wel hetzelfde. En zoals bijvoorbeeld het stiltesignaal bij ons te aftellen, is nog steeds voor LO-leraar hetzelfde. En je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen voor je eigen lokaal, voor een praktijkvak ook. Wat ga ik doen als de kinderen binnenkomen? Ik had vroeger, toen ik dan die LO-lessen gaf, eerst mochten kinderen binnenkomen, er lag een bal en ze mochten al beginnen met voetballen. Ja, dan gaat er soms wel wild aan toe. Dus je kunt de leerlingen ook leren, oké, als je binnenkomt, dan ga je direct op de bank zitten. Of je gaat direct dit of dat doen. Dus die routines, er zijn natuurlijk vakspecifieke routines. Ja. Hè? Je zaal klaarzetten, je zaal weer opruimen, het materiaal opbergen, het materiaal uitdelen, teams maken. Dat zijn allemaal routines die je kunt oefenen met de kinderen. Die zijn wel specifiek voor LO. Maar ik zou bijvoorbeeld, als ik een spel uitleg, en het is ook een 3-2-1, dan verwacht ik dat iedereen gewoon stil is. Anders is het opnieuw schoolbrede beleid. Ja. En heb je ook routines op het einde van je les? Want herkenbaar voor leraren, je bent nog aan het afronden, je les is niet voorbij en er staan er al 2 vrolijk hun boek dicht en voor je het weet staan ze aan de deur en zijn ze de gang op. Heb je daar ook routines voor? En wat spreek je dan af? Routine hier is, dat is voor mij, maar voor iedereen, is de leraar zegt dan je mag opruimen. En dat doen we ook in de eerste lesdag, oefenen we dat ook. Dat is gewoon, dan zeg ik oké, ruim de spullen op, dan ruimen ze de spullen op en dan blijven ze zitten en dan stuur ik ze rij door rij, stuur ik ze rustig naar de gang. En dan gaan ze in een rij staan en komen ze weer rustig binnen en dan oefenen we weer les op start. En zo oefenen we dat en dan communiceren we ook al voor iedereen oké, als je dan toch 2 minuten eerder je boek dicht slaat, begint op te ruimen, dan is dat de consequentie. Ja. Dat is dus van tevoren al heel duidelijk gecommuniceerd. En dan leggen we ook uit waarom. Hè. Dus we hebben vandaag ook leerlingen moesten onderling aan elkaar uitleggen waarom mag je je pennenzak niet 1 minuut voor de lestijd op dicht ritsen. Dat ze ook gewoon weten waarom dat niet mag. En dan kunnen ze heel goed benoemen, als er eentje een dicht rist, dan komt de tweede, de derde en dan is je les voorbij. Dus ja, leraren weten dat herhalen werkt, maar als je dezelfde routine begin oktober al voor de 5e keer aan het herhalen bent, voelt dat dan een beetje als een mislukking? Of nee. Of is dat frustrerend? Hoe ga je daarmee om? Want je komt die zaken ongetwijfeld zelf ook tegen. Zeker. Maar soms moet je je routine even opnieuw onderwijzen en zeggen waarom doen we dit nou ook alweer? En een keer opnieuw oefenen. Maar soms moet je ook gewoon bij een lesopstart, als die niet goed is gegaan, kun je ook zeggen oké, jongens, dit is onze lesopstart, dit en dit. Wat kon ik hier nu beter? Het ze zelf laten. Dus gewoon wel keer op keer blijven benoemen. Ik zou niet elke week opnieuw die lesopstart oefenen, bijvoorbeeld. Dan gaat iets niet goed. Maar het wel steeds blijft benoemen wat je verwacht. Dat positieve, de positieve dingen. Ja. Als leerlingen weten, vraagt Céline zich af, dat ze eerst zelf moeten lezen en ik daarna vragen zal beantwoorden, dan beginnen ze gewoon niet met lezen, want de juf zal het daarna toch wel uitleggen, denken ze. Snap je die... Dus als ze zelfstandig hoe ga je ermee om dat ze zelf niet tot actie overgaan, ook al is de situatie eigenlijk wel duidelijk, moet je dan zelf de hele tijd opstellen als dus je wil je leerling aan het lezen zetten en je wil weten dat ze echt lezen. Ja, de vraag van Céline is
denk ik van... ze weten eigenlijk perfect wat ze moeten doen, maar ze beginnen er gewoon niet aan. Ja, en ze hopen dat je als leraar achteraf nog vertelt waar het over gaat. Ja. Ja, nou goed, dan zou ik de situatie aanpassen. Dan zou ik zeggen, we gaan het samen lezen. Ik lees voor en ik duid gewoon af en toe leerlingen aan die even een woord moeten zeggen. Om ervoor te zorgen dat ze meevolgen. Ik verplicht mijn leerlingen ook altijd als we lezen om mee te volgen met een lat. Ja. Dan zie ik dat ze volgen, dat moet je wel volgen. Op die manier zorg ik ervoor dat ze echt lezen, want anders herken ik wat ze erin zegt. Dan gaan ze gewoon niet lezen, dan staan ze naar een blad. Dus dat zou ik zo doen, op die manier. Ik zou het gewoon voor zijn. Samen lezen. Of ja. De ene leerling aan de andere laten voorlezen. Dat kan ook. Oké. Gert, ik denk dat we een aantal zaken beantwoord hebben, dat we ook al bijna een uurtje bezig zijn. Eigenlijk zijn we netjes een lesuur bezig en dat is voor een leraar toch bevattelijk en handig, vind ik. Zelf altijd. Gert, ik zou zeggen, dank je wel om mee te zoeken naar antwoorden. En aan de deelnemers, van harte bedankt om te kijken. Hopelijk had je wat aan de inzichten van Gert. Wat we vandaag besproken hebben en meer, dat vind je ook op klasse.be. Als je via onze zoekfunctie gewoon de term klasmanagement intikt, staat ook op de homepage. De opname van deze webinar vind je ook zo snel mogelijk online. En aan wie zich intekende, bezorgen we ook nog een mailtje met waardevol materiaal, hopen we. Zo Gert, dat was het. Bedankt om ons op weg te zetten. Aan jullie heel erg bedankt om te kijken. En uit naam van de redactie van Klasse, alvast een vlotte start. Rust in je klas en een goede verstandhouding met al je leerlingen. Tot bij een volgend webinar van Klasse en nog een hele fijne namiddag.